De geschiedenis van Cobra ligt eigenlijk een beetje, de oorsprong ligt eigenlijk een beetje in Denemarken. Want zij waren zich heel bewust van allerlei ontwikkelingen in New York en in Parijs en vooral in Parijs. En ze wilden ook heel graag meedoen daaraan, alleen door hun beetje geografische locatie waren ze een beetje afgezonderd en voelden zich een beetje buitengesloten. Maar ze waren al heel vroeg, al in 1936, bezig met dit soort kunst. Ook nog goed om te weten over de Denen is dat zij zich heel erg lieten inspireren door hun eigen mythologische achtergronden. Dus uit Noorwegen, gewoon de Scandinavische mythologie. En dat, denk ik, wordt goed vertaald in een werk als dit van Carl Henning Pedersen. Nou, Brussel is eigenlijk de stad waarin heel veel schrijvers leefden, filosofen, andersdenkende, geestelijk gewoon intensief bezig. Wat Christian Dotremont bijvoorbeeld deed, was samen met een andere grote naam, Pierre Alechinsky. Beide erg bekwaam in schrijven, maar Pierre Alechinsky ook in calligrafie. Was schilders naar, of experimentele schilders binnen de Cobra-groep te betrekken. Dus zo heeft hij een aantal jonge kunstenaars uitgenodigd, waarvan zij beide dachten dat die wel in de beweging zouden passen. Maar uiteindelijk heeft toch de combinatie eigenlijk van woord en beeld het gewonnen. En dat is de grootste bijdrage van Brussel aan Cobra. We zijn nu in Amsterdam aangekomen. Hier komen dus Karel Appel, Corneille en Constant vandaan. Hier zien we een aantal werken van Appel voor de Cobra-periode uit 1938. Dus daar zie je eigenlijk heel figuratief werk. Dit is omgeving Amsterdam. Zo leerde hij ook werken op de Rijksacademie, maar hij wilde dus vrijer. Karel Appel, Corneille en Constant die waren eigenlijk een beetje zat de beperkingen van Amsterdam. En ze besloten dus naar Parijs te gaan. En ze kwamen daar terecht in een vervallen huidenpakhuis met andere Nederlandse kunstenaars, waaronder Bram Bogaert en nog anderen. En het stond daar en er liepen ratten en ze mochten er eigenlijk ook niet wonen, maar dat deden ze toch. En daar kwamen ze tot nieuwe werken. In Parijs ging Appel dus echt met die verf aan de gang en echt uit de tube, niet eens meer kwasten gebruiken. En dat zie je heel goed in dit doek. Het is echt enorm dik. Nou, bekend is ook van Appel dat soms de olieverf nog nat is na 30 jaar. Ik weet niet of dat hier ook zo is, maar je ziet wel hoe pasteus en hoe dik. En ook rechtstreeks uit de tube de verf op het doek is gebracht. Cobra had dus een aantal tijdschriften uitgebracht, 10 nummers. En eigenlijk is het laatste nummer, achterop hebben ze gezet dat dit het laatste nummer was. En dat is eigenlijk het enige tastbare van het einde van Cobra. Waren er conflicten binnen de Cobra-beweging? Jazeker, ja. Ja, net zoals denk ik in elke groep mensen en vooral met stevige individuen, die botsen gewoon met elkaar. En Cobra heeft ook maar 3 jaar bestaan, omdat ze denk ik toch op een gegeven moment hun eigen individuele wensen nastreefden en die heel vaak niet overeenkomstig waren met die van een ander. Ja, de ideeën die er eerst achter zaten waren toch een beetje verwaterd, denk ik. En een aantal kunstenaars ging echt zijn eigen weg.